Hoi lieve tweelingen, dit is de weekreading van 18 tot 24 november 2019. Ik heb al de kaarten al voor jullie gelegd. Ik heb een Keltische kruisleg gelegd met daaromheen de boodschapkaarten. Laat me alsjeblieft weten wat je van deze reading vindt. Wat wil ik nog meer zeggen? Ja, abonneer. Zet de belletje, laat het belletje rinkelen zodat je mijn video's kan ontvangen. En like mijn video's. Dat zou ik heel fijn vinden. En laat vooral weten wat je ervan vindt. En of het met je resoneert. Dan gaan we beginnen met jullie reading, tweelingen. Sorry als mijn stem een beetje raar klinkt. Maar ik ben weer verkouden geweest, dus vandaar. Dus ik ben wel lekker bezig met mijn verkoudheden. Nou, ik ga weer beginnen. Ik ga gewoon met jullie reading beginnen. Je hebt de kracht, nummer 11, kracht, aartsengel Ariel. Grote innerlijke kracht, laat harde en scherpe oordelen varen, vergeving en compassie. Is de kaart. Hele mooie krachtige kaart. Dat betekent dat jij, doordat jij... je intuïtie heel veel volgt, heb je zoveel innerlijke kracht in je, maar soms zijn er situaties in je leven dat het misschien jou, dat mensen jou gewoon pijn doen, terwijl jij het goed bedoelt, waardoor jij even van je stokje gaat, zeg maar, of van je... Dat je even niet lekker in je vel voelt. Dat je dat het jou gewoon pijn doet. En om die harde en scherpe oordelen te laten varen. Zul je echt naar je intuïtie moeten luisteren. Dat je dat gewoon los moet laten. Vergeef ze. Ja. Vergeef ze in liefde. Het is niet zo dat jij... dat jij het goedkeurt wat ze gedaan hebben of hoe ze jouw pijn hebben gedaan of wat dan ook. Je vergeeft ze, zodat jij verder kan. Je vergeeft ze door het los te laten. Dus laat de situatie los waar je verkeert, want je bent krachtig. Je luistert naar je intuïtie, je hebt grote innerlijke kracht daardoor. Luister verder naar je intuïtie. 8 van vuur. De dingen gaan snel. Er zijn geen vertraging meer. Er gebeurt veel tegelijkertijd. Ja, en misschien gaan er ook bepaalde dingen ook heel snel. Maar je bent krachtig. Je luistert naar intuïtie. Dus je komt wel hier snel uit. Er gebeurt wel superveel op het moment. Op dit moment gewoon met je. Maar je hebt alles wel in de hand. Dus dat is wel mooi. Ridder van vuur, gepassioneerd, avontuurlijk, zeker van zichzelf, rusteloos. Een plotseling gebeurtenis die onmiddellijk aandacht vereist. Tijd van essentieel belang, denk goed over de dingen na. Je bent best wel een beetje... Je weet wel wat je moet doen. Je luistert naar je intuïtie, maar je bent toch rusteloos. Ja, er gebeurt natuurlijk te veel voor je, dus... Het is niet gek dat je dan jezelf rusteloos voelt. Maar denk wel goed over de dingen na. Want soms is het gewoon even nodig om even goed over na te denken voordat je in actie overgaat. En soms gebeuren er dingen dat je denkt van wow, daar schrik je gewoon van en weet je het even niet meer. Daarom is het heel belangrijk dan om even over na te denken voordat je in actie overgaat. Dan heb je 3 van vuur, overvloed. Alles ziet er heel goed uit. Wees nu geduldig, maak plannen voor lange termijn. Alles komt goed, alles ziet er gewoon goed uit. Ja? Je komt hieruit, uit de situaties waar je in verkeert. Jij bent gewoon heel erg krachtig. Je luistert gewoon naar je intuïtie. Volg dat gewoon, blijf dat volgen. Want dat is mijn motto. Volg je intuïtie, want dat begeleidt je op jouw levenspad.
En mij komt er ook uit, deze kaart bevestigt gewoon dat gewoon alles er heel goed uitziet. Dus het is gewoon een positieve kaart. Dit is 9 van water. Je wens wordt vervuld. Onrust en ongerustheid vallen weg. Liefde van je leven. Dus er is een situatie opgelost in het verleden. Ja. Dus een situatie lost zich gewoon op. Ja. God en de engelen, jouw spirituele team. De goden, godinnen. Maakt niet uit, het universum staat achter je. Die helpt jou achter de schermen. En lost al die problemen waar jij in zit. Helpt jou mee om al die problemen en de situaties gewoon op te lossen. En dat is gewoon eigenlijk waardoor die onrust en ongerustheid, die vallen gewoon weg. En je wens wordt vervuld. Dus je gaat weer verder met liefde. Dat is zo mooi dit. 2 van vuur. Je bent op eigen terrein. Nieuwe partners of contracten, blijf vooruitgang. Dit gaat over het werkgebied. Deze kaart. Betekent dat er op je werkgebied ook alles oké is. Alles gaat gewoon de goede kant op. Gevoelsmatig. Ja, water is eigenlijk weer het gevoel. Hè? Dus gevoelsmatig komt dat ook allemaal tot rust. Dus Hier was je rusteloos, hè? Je gevoel was rusteloos. Maar dat wordt weer doordat er dus dingen zijn opgelost, word je weer rustig in je gevoel. En op je werk gaat gewoon alles uitstekend, daar hoef je geen zorgen over te maken. 2 van lucht. Niet in staat of niet bereid zijn om besluit te nemen in Pasen. Net doen of er niets aan de hand is. Ja, doordat er veel dingen tegelijkertijd gebeuren. De situatie komt te snel op je af. En alles komt tegelijkertijd. Daardoor weet je het even niet meer welke richting je op moet. Maar dat komt wel goed. Want God en de engelen en jouw spirituele team en het universum helpt jou gewoon. Dus maak je daarover geen zorgen. Je komt er wel uit. Koningin van water, goedhartig, meelevend, geduldig, liefdevol. Relatie komt op een hoger plan. Vertrouw je intuïtie, zorg goed voor jezelf en voor anderen. Ja, dus een relatie komt op een hoger plan. Je gaat je gezin, je familie, vrienden of vriendinnen, ik weet niet. Maar sowieso, je relatie komt op een hoger plan, dus jij gaat ze voorzetten. Dat jouw prioriteit, waar jouw prioriteit ligt, dat ga je voorzetten. En dat doe je vanuit je intuïtie. Zo kan je goed ook voor jezelf zorgen en ook voor de ander. Zo kan je voor jezelf zijn en ook voor de ander. Nou, je doet het heel goed eigenlijk, tweelingen, want je volgt en je intuïtie. En je zorgt goed voor jezelf, maar je zorgt ook goed voor je familie of voor je gezin. Dus dat is wel heel mooi. En je vrienden, kring kan ook. 4 van aarde. Te lichtvaardig of te voorzienig met geld. Goede zakelijke beslissing. Geef aan minder bedeelden. Het kan zijn dat jij op dit moment zorg maakt over je financiën. Maak je daarover geen zorgen. Want met werk zit sowieso goed. Dus het financiën zal zichzelf van zichzelf ontplooien. Dus maak je daarover niet al te veel zorgen. Laat gewoon los. Het komt allemaal zelf naar je toe. Hoe eerder jij dit loslaat, hoe beter jouw financiën eruit gaan zien, zeg maar. 8 van aarde. Vakkundig wordt beloond. Leer wat er te leren valt over een bepaald onderwerp terug naar school. Kan zo zijn dat je wil gaan studeren. Kan zo zijn dat je een ander vak wilt gaan leren. Of je wilt over een bepaald onderwerp iets weten. Dat kan. Alles is mogelijk. Als je dat wil,
dan moet je dat ook doen. Volg gewoon je hart hierin. De onderliggende kaart was 3 van water. Er wordt iets gevierd, een bruiloft, een slaag of een geboorte. De behoefte om meer plezier te hebben. Ja, je hebt wat meer behoefte om meer plezier te hebben, omdat jij veel in je denken zat. Veel situaties kwamen op jouw pad. Maar je wilt nu weer even wat plezier in je leven hebben. Wat meer genieten van het leven. En dat is niet gek. De volgende kaart is geheimen. Die vertrouwelijk zijn. In je huiselijke omgeving. Ja. Daarover moet jij dus een beslissing gaan maken, tweelingen. Dus er is een bepaald geheim dat vertrouwelijk is binnen de huiselijke omgeving waarover jij een beslissing moet gaan maken. Ik weet niet in welke situatie je verkeert, dus kijk maar hoe het met jou resoneert. Avontuur. Probeer de huidige situatie niet te zien als hindernis, maar als avontuur. Onderzoek de mogelijkheden. Er zijn er veel meer dan je nu kunt bedenken. Zie de dingen niet als zwart of wit, maar onderzoek alle kleuren die ertussen liggen. Wauw. Ja. Dus zie je situatie niet als een hindernis, maar als een avontuur, ja? Voor elk probleem is er gewoon voor elk probleem is er gewoon een oplossing. En er zijn er veel mogelijkheden. Dus je komt er wel uit hierdoor. Zie het gewoon als een grote avontuur. En dat jij gewoon die problemen of die situaties moet oplossen. Maar je krijgt natuurlijk hulp van je spirituele, van God en de engelen van het universum. Dus maak je daarover geen zorgen. Onrust. We omgeven je met een genezende licht van amethyst. Haal diep adem en adem dit prachtige violette licht in. Voel hoe je onrust wegsmelt. Er is niets om bang voor te zijn. Er is alleen liefde. Dus je krijgt heling van liefde over je heen. Zodat al die onrust wat in jou is, dat wegvalt. Wauw, mooi. Gebed. Hoe moeilijk de situatie misschien ook lijkt, alles is mogelijk. Vraag het, wij luisteren. Ja, als jij niet uitkomt, bid dan. Je gebeden worden echt verhoord. En ze luisteren echt mee. En doordat jij bidt, luistert jouw spirituele team ook mee. En God helpt door jouw engelen, jouw spirituele team, gewoon mee te werken aan het gebed wat jij aan hun vraagt. En dat is gewoon zo mooi. Vriendelijkheid. Een vriendelijk gebaar wakkert je geloof in de kracht van liefde weer aan. Vergeet niet vriendelijk te zijn voor jezelf. Ja, vriendelijk zijn voor jezelf en voor anderen. Eerst vriendelijk naar jezelf toe zijn. Dan kan je vriendelijk naar een ander toe zijn. Ja? Wauw. Wel, ik merk op bij deze reading dat ik jou gewoon samen met het spirituele team, God en de engelen en de universum, dat ik jou gewoon aan het begeleiden ben. En dat vind ik gewoon zo mooi. Dat we gewoon worden begeleid hierin. De situatie waar je nu in zit eigenlijk. Dat vind ik echt mooi. Even kijken hoor. Zo. Ja. De volgende kaart is de geboorte van een nieuwe tijd. Nieuwe creaties en dromen over een nieuwe wereld. Dus een nieuw begin is aan de horizon. Zuster van de Roos. Schoonheid en toewijding. Priesteres. Mystiek. Lerares. Het kan zo eens zijn, tweelingen, dat jij gewoon een leraar of een lerares ben. En dat jij door je innerlijke leiding, door je innerlijke wijsheid, alles gewoon leert aan anderen. Dat is zo mooi.
tweeling hou je niet in. Hou jij je in om erbij te horen? Je hoeft niet erbij te horen. Je bent goed zoals je bent. Je bent mooi zoals je bent. Je hebt innerlijke wijsheid, innerlijke kracht. Je luistert heel veel naar je intuïtie. Laat dat jou leiden. Je hoeft er niet bij te horen. Bewaarders van de aarde, je staat er niet alleen voor. Je voorouders staan achter je. Je voorouders helpen je ook op jouw pad, met alle situaties waar je nu in zit. Dus maak je alsjeblieft geen zorgen. Je wordt geholpen. Ik heb hier durf te ontdekken. Wees niet bang voor het onbekende. Durf te ontdekken. Het zou zomaar kunnen dat het de beste keuze van je leven is. Denk in mogelijkheden. Laat je niet leiden door je angsten om niets te doen. Durf de sprong te maken. Heb vertrouwen. Heb vertrouwen in jezelf. Heb vertrouwen op het universum. Heb vertrouwen op God en de engelen en je spirituele team. Laat je zien. Zeg geen ja als je nee wilt zeggen. Je hoeft je voor niemand te bewijzen. Je hoeft voor niemand op je tenen te lopen. Op deze manier verlies jij jezelf. Maar dat kan niet de bedoeling zijn. Geef je grenzen aan en wees duidelijk. Wees trots op wie je bent. Dus geef je grenzen heel duidelijk aan. Ja? Een ander hoeft niet te bepalen over jouw leven. Alleen jij bepaalt. Jij weet wat je wil. Jouw gevoel leidt jou. Volg je hart. Het is niet nodig om een kuddedier te zijn. Doe wat goed voelt voor jou. Iedereen heeft een mening. Dat is niet belangrijk. Sta in je kracht en laat je niet onzeker maken door een ander. Volg jouw hart. Ja, dus volg je hart. Volg je intuïtie. Ja? Niet een ander hoeft over jouw leven te bepalen wat ik al net al zei. Want dat maakt jou onzeker. Volg je eigen pad. Volg je eigen gevoel. Dat maakt jou gelukkig. Liefde. Geef de liefde wat je aan een ander geeft, meer aan jezelf. Je cijfert jezelf te veel weg om de lieve vrede te bewaren. Het begint allemaal bij jezelf. Van daaruit kun je liefde geven vanuit je hart. Dan staat je mooie hart open en echte liefde te ontvangen. Ik wens je heel veel licht, liefde en kracht. Ja, dus niet alleen liefde aan anderen geven, maar ook eerst liefde aan jezelf. Dan kan je wat meer liefde aan een ander geven. Dus altijd eerst jezelf liefde geven dan de ander. Wauw. De volgende kaart is verhoog je trillingsfrequentie. Maak wat slaapt weer wakker. Trek je eens terug in de stilte. En denk na over jouw waarheid. Wauw. Laat je niet meetrekken door lage vibraties. Ja? Door negatief denken, negatief. Door negatieve gedachten. En ook door mensen die je pijn doet of wat dan ook. Verhoog je trillingsfrequentie, verhoog je trillingsniveau. Ja, door positief te blijven, positief te denken. En positieve dingen te blijven doen. Gewoon je leuke dingen blijven doen. Maak wat slaapt weer wakker. Ja. Het is eigenlijk voor jou om die spirituele groei weer te gaan ondernemen eigenlijk. Want je staat zowat, ja. Kijk, al die bladeren die zijn, het is nog niet helemaal volgroeid, zie je? Hier begint het al een beetje.
Je bent al bij het begin, maar dit alles moet helemaal volgroeien om die spirituele groei te maken. En doordat jij te veel in je hoofd zit, doordat je veel piekert en dat soort dingen, dan groei je niet eigenlijk. Dus laat alles los. Ja, volg je intuïtie. En laat je gewoon door je intuïtie leiden op jouw levenspad. Zodat jij gewoon die groei kan maken. De volgende kaart was: denk na over jouw waarheid. Ja, spreek jouw waarheid. Jouw waarheid is belangrijk. Niet de waarheid van een ander, maar je eigen waarheid. Volg je intuïtie hierin. Trek je eens terug in de stilte. Misschien is dat ook heel belangrijk om even te mediteren. Meditatie kan heel veel wonderen doen. Kan ook de onrust in jezelf kan dat doen verwijderen. Dus het haalt al die onrust in jezelf weg. Meditatie is misschien wel een oplossing voor jou. Wauw, gaaf. Nou, de volgende kaart is de grote boodschapkaart. Die ga ik voorlezen. Even kijken hoor. Dat is handschrift authenticiteit. Het is de tijd om de echte jij te openbaren. Jij kent jezelf misschien wel, maar laat je anderen ook je ware ik zien. Je wilt misschien heel graag jezelf zijn, maar je hebt al zo lang een masker gedragen dat je nu afvraagt hoe vrienden, familie en collega's zouden reageren als je opeens niet meer reageert zoals je dat altijd gedaan hebt. Je hebt wellicht de rol van entertainer gespeeld en altijd geprobeerd het iedereen naar de zin te maken. Als je nu een masker laat vallen, zullen de mensen je dan anders gaan behandelen? Zullen ze geen respect meer hebben? Of zal zelfs de vriendschap verdwijnen? Stel jezelf deze vragen en wees helemaal eerlijk in je antwoorden. Bepaal dan of je moedig genoeg bent om de wereld je echte gezicht te laten zien. Andere verklaringen. Het wordt tijd om jezelf niet langer te verbergen. Kom op voor je overtuigingen. Breng je eigen ik tot uiting. Wees een individu, loop niet achter de massa aan. Het is tijd om op eigen kracht verder te gaan. Er is iemand niet eerlijk tegen jou of tegen zichzelf. Dus het is heel erg belangrijk om je eigen pad te volgen. Omdat mensen kunnen profijt van je maken. Mensen willen alleen maar hebben van jou. En niks van teruggeven. Hebben in de zin van, ja, alles van jou willen. Dat jij doet voor hun. Of dat je, snap je wat ik bedoel? Dus het is heel belangrijk om bij jezelf te blijven. Ook nee kunnen zeggen als je dat niet wilt doen. Het is heel belangrijk om jezelf te zijn. Heel belangrijk om naar jezelf te luisteren. Naar je intuïtie te luisteren. Heel belangrijk om gewoon je eigen pad te volgen. Want mensen kunnen echt soms zo gemeen zijn dat ze niet, dat ze gewoon jou, gewoon niet eerlijk tegenover jou zijn. Omdat ze alleen maar dingen willen van jou. Wauw. Nou, tweelingen, ik hoop dat ik jullie een hele goede boodschap heb mee kunnen geven. Dat ik de blokkade op jullie pad heb weg kunnen halen. Dat ik veel inzicht en advies heb kunnen geven. Laat me alsjeblieft weten wat je ervan vindt. Als je zelf een consult wil, kan je me bereiken bij topconsulenten onder naam Radarbox nummer 327. Als je met heel veel vragen zit, als je inzichten en adviezen wilt over jezelf, dan sta ik paraat bij topconsulenten onder naam Radarbox nummer 327. Ik ben maandag, woensdag en vrijdag beschikbaar van 7 tot 9. Dus ja,
Laat me maar weten als je daar behoefte aan hebt. Kijk ook naar de diensten op mijn Facebookpagina Medium Rara. Daar heb ik ook allerlei diensten. Je kan persoonlijke readings van mij krijgen. Je kan chatconsulten krijgen. Je kan ook consulten via mijn 06-nummer krijgen. Je kan... wat nog meer? Er zijn gewoon nog meer, veel meer diensten wat ik allemaal opgeschreven heb. Dus kijk er alsjeblieft naar. Als je daar behoefte aan hebt, kan ik je ook gewoon geschreven berichten gewoon sturen via de Messenger. Via de Messenger kan je ook met mij in contact komen. Dus kijk maar hoe het met je resoneert. En als je... In ieder geval kijk maar hoe of wat. Yes? Dus dat wou ik even alleen even meegeven. En laat me in ieder geval weten wat je ervan vindt. Want ik heb het gevoel ook echt serieus dat ik jullie echt begeleid heb op jullie pad. Waar je nu eigenlijk in... Waar jij eigenlijk in deze situatie zit, dat ik jou gewoon wegwijs heb kunnen maken. En, maar als jij nog meer vragen hebt, behoefte hebt aan meer inzichten, meer adviezen, dan zou ik je echt aanraden om even te bellen of even contact met mij op te nemen via de Messenger. Bij topconsulenten of via de Messenger, Oké. Ik wens jullie voor de rest een fijne dag toe. Fijne week. Doei doei. Tot de volgende keer.